Hey kijkers van mijn naam Flavor Day, leuk dat je kijkt naar mijn 200ste video. Mijn telefoon valt. Jongens, welkom bij mijn 200ste video. Ik ga hier vandaag voor jullie Minecraft Survive een half uur special doen. Waarom is dit een half uur special, geen uur of twee uur special? Nou, dat heeft ermee te maken dat mijn PC poep is en dat ik dus niet zo super lang wil renderen. Bijvoorbeeld, als ik een uur video maak, dan moet ik 2 uur of 4 uur wel lang renderen en daar heb ik geen zin in. Dus ik dacht, ik probeer gewoon zoveel mogelijk voor jullie te doen. Ik kon een vlog opnemen, maar ik dacht van nee, ik ga Minecraft 5 Season 3 opnemen voor jullie. Want jullie vinden Minecraft, of in ieder geval de meeste van jullie vinden Minecraft heel erg leuk. Dus ik dacht van, nou dan geef ik jullie Minecraft, weet je. In ieder geval, in deze aflevering wil ik even gaan cave exploren. Want ik had even offline, zeg maar off cam, wou ik hier een mine gaan maken. En dat liep uit gelijk in deze fucking cave. Dus die gaan wij binnenkort even exploren. Maar ik ga nog heel eventjes laten zien. Ik ben een beetje off-cam wezen bouwen. Ik heb nu die rand van mijn huis. Heb ik nu hoe heet het, met die logs gedaan. Ik ben hout wezen hakken. Niet al te veel, want mijn ex is nu een beetje gepoept. Hier heb ik dus een heel klein kamertje. Wat ik wel van plan ben groter te maken naar dit stuk. Dus zeg maar dat hier nog een pilaar komt en dat hier dan zeg maar nog hout komt en dat de kamer wat groter is. Dus dat ben ik van plan. En hier heb ik iets heel moois gedaan bij de stairs. En dan kan je hier zo omhoog en dan maak ik dit nog een keertje af. Maar dat is tot nu toe het huis en het ziet er best wel mooi uit, vind ik nu, tot nu toe. Maar we gaan eerst even slapen. Slapen? Zou ik nou serieus slapen? We gaan eerst even slapen. Want slapen is wel even belangrijk als we de cave in gaan. Het is natuurlijk heel kut als je in de avond terugkomt. Maar daar gaat het nu even niet om. Ik heb trouwens een timer bij me. Mijn telefoon is dat. Mijn iPhone 3GS. Mijn supernieuwe telefoon. Hurpadurp. Fucking awesome. En ja, dat is fucking handig nu als ik een telefoon heb. Want dan kan ik dus dingen doen en zo. Oh fuck. Dat was niet de bedoeling. Ik ga even kijken of er een handige manier is om daarheen te komen. Om daarheen te komen. Dus laten we even kijken. Oh, hier is gravel, hè? Ja, dat is poep. Maar ja, whatever. Even kijken. Cobblestone blokje. Daar. Ja. En dan daar. En dan graven. Fucking gravel. Rot op. Zo, ik wil wel een weg terug kunnen vinden. Hebben. Of een weg terug hebben. Ho. En dat gaat al gelijk fout. Gewoon zo een mooi weggetje terug kunnen maken. Of even een weg teruggetje. Een weg teruggetje maken. Wauw, Duncan van het Nederlands. Zo. Even het water afblokken en even kijken. Boom. Of nee. Ik ben helemaal mijn 3D visie kwijt, zeg maar. Ik kan echt niet meer kijken wat diepgaand is en zo. En wauw. Wat een cave. Gewoon best cave ever. Want het is mij opgevallen dat ik iron tekort heb. Ik heb nog 2 iron volgens mij in mijn chest zitten. En voor de rest heb ik alles besteed aan iron axes, iron pickaxes. Er zit nog een pickaxe volgens mij in mijn chest. Maar ik heb dus pretty much alles wel gewaste. En we moeten dus nieuwe iron gaan hebben. En dat is namelijk ook de reden waarom ik nu kool aan het hakken ben, weet je. Gewoon de beste manier ever om iron te vinden. Gewoon kool minen. Nee, want bij kool zit meestal nog wel iets anders. Dus we gaan nu even hopen dat we iron erbij kunnen vinden. Zo, jump. Oh, nee. Niet. Geen iron zag ik. Jammer. Oh mijn god, het is al gelijk heel donker bij mij. Zo, torch. Alles lekker belichten, dat vind ik altijd fijn. Even kijken. Mijn mine gaat dus niet zo heel erg verder meer, zeg maar. Dus even kijken of we die een beetje met... Door zo te doen, verder kunnen maken. Dus even kijken of we dat een beetje mooi kunnen... Oh! Kunnen maken. Zo. Even zo afblokken. Oh mijn god. Dat was gewoon echt de beste ding ever wat je in Minecraft hebt. Gewoon water vinden, terwijl je wil graven en zo. Ik had trouwens net even mijn Minecraft weer terugveranderd naar 1.6 en ik vind dat het geluid hard staat. Ik weet niet waardoor het komt, maar mijn geluid staat opeens heel hard van mijn computer. Het is een zet geluid harder virus, weet je wel. Gewoon het beste virus ever wat je op je computer kan hebben. Maar ja, in ieder geval... Eens kijken, hier is nog wat kool. Oké. Godver. Die kool.
Dus een lang stuk kool. En dan geen iron vinden. Wauw, geweldig. We zitten hier ook nog in een brok of dirt. Een brok dirt. En dat is ook altijd even nice. Ik wil echt even iron tegenkomen. Moeten we snel vinden. Anders moet ik weer terug upgraden of downgraden naar de stone. Daar heb ik geen zin in. Kijken, hier zie je nog wat te beleven. Ja, dat is er. Holy fuck, wat is dit? Wat is deze? Ah, natuurlijk. Even kijken, kan ik... Ja, hier kan ik omhoog, toch? Ja, gewoon zo weer terug en dan... Oh, vet! Gewoon freaking dingen. Vet, oké. Ik wist niet dat stuk er zat dus, blijkbaar, maar... Oké, vet om te weten. Zo. En trouwens, als jullie je misschien afvragen van... Duncan, hoe snel switch jij wel naar je fucking torches? Dat doe ik dus gewoon door... het is mijn 2 en 6 te klikken, zeg maar, op mijn toetsenbord. Want ik hotkey, zeg maar, als het ware. Want ik heb een vriend, Pascal, die ken ik persoonlijk. Gewoon een vriend van me, heeft bij me in het hockeyteam gezeten en in de klas. Hij speelt nu veel PvP op games en zo. Op Minecraft bedoel ik dan. En hij zit dan echt in die PvP hotkey servers, zoals hij het noemt. En die PvP hotkey servers, daar, ik dacht van, YOLO, ik ga dat een keer doen in ruil voordat hij League of Legends gaat proberen. Want jullie weten misschien wel, ik speel de laatste tijd echt heel veel League of Legends. Ik heb er ook al 1 video van gemaakt en morgen komt er waarschijnlijk nog 1. Of nee, wacht, dit is niet eens mijn 200ste video. Kut. Nee, dit is niet eens mijn 200ste video. Nee, dat realiseer ik me nu pas, jongens. Hiervoor is mijn 200ste video. Laat ik het daarop houden. Dit is mijn 201ste video. Of 201ste, ik weet niet hoe je het wil noemen. Anders loopt de serie niet helemaal volledig. Dus dit is dan... Ik weet niet welke episode, maar de serie loopt anders niet goed. Jongens, I'm sorry. What the fuck? Oh, een witch! Holy fuck! No, you bitch. Snap je hem? Witch, bitch. Ga sterven. Fuck. Oh god, dit gaat nog fout ook. Kom! Gooi een healing potion of zo. Ga iets nuttigs doen. Hop, 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 hop. Ik ga even wachten. Even health regenen en zo. Kom jij eens naar boven. Anders. Hop! Nee! Yo, bitch. Oh, trouwens, ik heb een meisjeskin aan. Ja, weet ik. Fuck. Witch. Yo, bitch. Oké, wacht. You bitch, die. Dank je. Oké, nu snel terug. Fuck. Oh. Inventariseren. Oh. Oké. 1, 2, 3. Vuur. Fuck. Oké. Het jeukt nu helemaal in mijn rug van de spanning. Want ik moet nu heel snel deze iron oogsten en dan ga ik weer weg. Want, ik ga niks doen zonder deze iron. Ik ga niet weg zonder deze. Wel snel dat we al dood gingen, weet je? Te snel. For real. Oké, snel terug. Ben ik stuff vergeten? Toevallig. Kijken. Nee, niet. Oké, mooi. We gaan weg. Get out of here. Even afblokken. Mooi. Oké, we gaan weer even naar boven. Dit moet ik ook nog een keertje met stairs doen. Anders is het niet zo chill, hè? Nee, dacht ik ook al. Fuck, die witch. Echt waar. Witches zijn so strong. Witches overpowered. Nerf, please. Sorry, dat is League of Legends stijl. Gewoon nerven en buffen en alle poep. Dat is League of Legends. Hey, you're welcome. Ik leer je League of Legends stijl. Nog even over League of Legends. Ik speel dus dagelijks. Morgen komt er nog een video van League of Legends commentary. Die heb ik al eerder vandaag ingesproken. Trouwens, ik zal nog even uitleggen waarom deze meisjeskin. Kiki was hier laatst en we gingen een beetje kloten. En toen moest ik van haar een meisjeskin aantrekken op Minecraft. Dus easy as fuck. Beste uitleg ever. Even kijken, mijn stopwatch is ermee gestopt. Ik heb een screenshot meegemaakt. Fuck. Dank je. Fuck. 9 minuten. Oké, we zitten op 10.
In ieder geval, even kijken. Een iron pickaxe. Of nee, we hebben hier al een iron pickaxe. Maar even kijken, sticks hebben we nodig. We gaan nog even een zwaardje maken. Een zwaardje, dankjewel. Of nee, die doen we zo. Nee, die één en die daar. De glowstone, die doen we weg. Want die hebben we van de witch gekregen, dacht ik. Even kijken hoeveel iron we nu hebben. Heb ik genoeg voor leggings? Nee, daar heb je 7 voor nodig. Dank je. En dan... leggings uit. Zwaard heb ik. Torches. Torches. Even kijken. Die. En dan even. Zo. En dan. Boom. Een stack en 1 torch. Awesome. Zo. Glas erin. En dan kunnen we weer terug naar de cave, denk ik. Want nu zijn we weer een beetje gepanzerd en gegardend. En fuck, jij verkoopt slechte dingen, gasten. Wow! Beste kill ever. Gewoon. Dat was echt zo snel. Oh my god! Holy shit, jullie zagen dat. What the fuck? Free farm. What the fuck is dit? Wauw. What the fuck? Cave system, for real. Holy shit. Jongens, dat was echt superveel. Dat was echt superveel. Zagen jullie dat? Holy shit. Op welke difficulty speel ik? Easy. Wat? Hoe de F moeilijk was dat? Hoe de F moeilijk was dat? Dat was echt super moeilijk, jongens. Dat was echt ziek. Of, nou, waarom zit ik nu überhaupt gold te minen? Ik wilde iron. Holy fuck. Dat waren echt super veel mobs, gek. Dat was echt niet normaal. Ik ga dat nog even achter de hand houden, want ik wil nu even verder aan mijn mine. Maar holy shit. Wacht even hoor, ik ga nog even een kijkje nemen. Zijn er nog mobs gespawnd? Of zijn die hier... Is hier een spawner of zo? Ik heb geen optifine, dus... Dat moet ik inschatten. Even kijken, hoeveel kobbel heb ik? Ik heb 4 kobbel. Ik moet nu even kobbel hebben. Oh, wacht, deze. Dank je. Hier, even wat kobbel pakken. Hey, dat doe je ook niet vaak met een iron pickaxe, hè? Kobbel minen. Dat zie ik echt nooit, eigenlijk. Maar ja, whatever. Gewoon de kobbels pakken. De kobbels. De kobbelstony. Kobbelstonyoni. Oké, even kijken. Die gaan we zo mooi maken. En dan... Zo. En, oh, daar kan je ook nog naar boven. Wait a minute. Nee, hier kom je niet ver, hè? Nee. Oké, nee, we gaan dan gewoon weer doorminen. Al word ik hier wel echt spooky van die fucking monstergeluiden. Maar ja. Deze gaan we openlaten. Zo. Zo, en dan kunnen we hier nog een keertje heen. Dan houden we in ons achterhoofd van, daar zit iets. Ja? Pink deal. Vind ik een goede deal. Die zombies, jongen, ik word er helemaal panisch van. Al die fucking geluiden. Ga zachter. Zo, 15%. Staat ze nog hard. Wauw. Maar ja, in ieder geval. Gaan we door met de Minecraft special. Yay. Gewoon voor, omdat ik meer dan 200 video's heb gemaakt. Ik vind het eigenlijk best wel dom van mezelf dat ik die Minecraft video niet eerder heb geüpload. En dat dit gewoon mijn 201ste of eerste video is. Dat vind ik eigenlijk best wel stom van mezelf. Maar ja, in ieder geval. Even kijken, nog een cave. Volgens mij. Ja, nog een cave. Je krijgt veel caves nu. Op niveau 31. Vind ik. Even kijken, what can we find here? Oeh. Becomes bigger. Jump. Oh, parcours skills, jongens. Oh, Enderman. Sup, Andy. Andy de Enderman. Andy de Enderman. Wauw. Beste naam ever voor een Enderman.
Onze Andy. In ieder geval. We gaan even rushen door de caves. Door de cave system rushen. Hey, en dat zijn diamonds. Dat zijn diamonds. Maar de freaking diamonds. Maar de freaking diamonds. Uit. Even snel binnenhalen. Diamonds. Oh. Pa 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 pa. Ha pa 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 pa. Ha pa pa pa. Nog meer zombies. Wordt deze fucking... Wat is daar? Wacht even. Holy shit, kijk al deze loot dan. Wat een mooie cave is dit, jongens. Echt een prachtige cave. Jezus, Mina. Mina. Vind ik altijd zo'n leuk woord om te zeggen. Mina. Sorry, maar... Vind ik een leuk woord, ja? Spijt me. Oh. Hi. Dank u. For destroying my life. Denk ik. Ik ga even alles looten. Oké. Okay. Ik ben nu een beetje geconcentreerd nu. Je merkt het al aan hoe ik praat. Kijk deze fucking bitches dan. Ga sterven. Hier, ze komen echt nergens vandaan. Nou, behalve daar dan. Maar ik ga even terug naar die diamond, jongens. Even een momentje. Give me a moment, zombies. Wacht, hoeveel gold heb ik nu? 6, oké. Okay. Klein beetje en dan ga ik terug. Of eerst die diamonds natuurlijk oogsten. Oogsten, ik noem het altijd oogsten. Waarom is het nooit looten of whatever? Waar de fuck kom jij vandaan? Mag jij niet, ga weg. Hier, kijk, ze komen allemaal daar vandaan. Ze weten allemaal waar ik ben. Wallhacker. Het zijn wallhackende zombies, jongens. Please. Een bed, ga aan de kant. Oké, ik heb ze. Ik heb ze. I got the diamond in me. Sorry. Spijt me, ik zing heel graag. Maar dat boeit jullie niet. Zie ik daar nog meer diamonds? Nee, dat is lava. Het spijt me, ik zing nog... Ja, laat maar. Ik stop al! I'm sorry. Wacht, ik moet wel even van zwaard switchen. Zo. Voor het geval dat, hè. You never know. Kijk, deze heeft nog... Oh, je kan de durability niet zien in survival mode. Oh, dat is echt poep. Ik dacht dat je dat wel kon zien. Zeg maar. Maar dat, mijn gedachten zijn altijd fout, weet je? Dat kennen jullie inmiddels wel van mij, toch? Ja, nee, dat weten jullie wel. Jongens, deze cave is echt motherfucking beest. Ik ga hier zeker nog een keer terugkomen in deze cave. I'm already loving it. Even nog wat iron pakken. Hoeveel iron hebben we nu? 24, oké, okay, dat is redelijk wat. Kunnen we alweer binnenkort weer even verder aan het huis. Want we hebben nu ook 7 diamonds. Oh, die shit. Wacht even, je kan 2 gebruiken voor de... Voor een enchantment table. Je kan er 2 gebruiken... Voor de... Voor een zwaard. En 2 voor een... Ja, dus we kunnen een zwaard, een pickaxe en een... Enchantment table maken. Jongens, fucking awesome. We kunnen nu echt dus fucking veel doen. Dat is echt super nice. Weet je, ik ben daar echt trots op. Ik ben trots op mezelf. Dat mag ook wel. En trouwens, als jullie... ik zit er nu nog even over te denken. Als jullie nog een verzoek hebben voor een gast in de Minecraft-serie. Laat het dan vooral weten in de comments, weet je wel. Die dingen zijn altijd welkom. Die reacties. Want reacties zijn een beetje fucked door Google+. Daar heb ik minder reacties. En daarom mag ik Google+ niet meer. Jullie kennen dat verhaaltje wel. Even kijken. Zitten er zombies buiten? Ja, redelijk wat. Die zit lekker in bad. Oké. Let's make some tools from the diamond we got here. Ik ga een beetje Engels praten. Maar dat weet ik niet waarom. Maar dat vind ik leuk. Ja? Give me a moment. Ik ben gewoon blij dat we diamonds hebben, jongens. Alsjeblieft, laat me. Geef me een momentje. Geef me mijn momentje. Ik wilde al zo lang diamonds vinden in deze Minecraft Survival. Van de eerste aflevering al wilde ik die fucking dingen vinden. En ik heb ze. Echt fucking awesome. Ik zeg nu iets te veel fucking. I'm sorry. Ja? Het spijt me. Okay, deze gaan nog even netjes de chest in. Want we willen niet dat, dat er nog meer fucking beesten komen. Heb ik niet zo'n zin in.
gaan even een helm maken. Trouwens, in de volgende aflevering is mijn skin weer normaal. Ik kwam er net pas achter dat mijn skin nog steeds een meisje is. Even kijken. Ik wil de volgende afleveringen, of de komende afleveringen, wil ik even gaan kijken naar een, hoe heet het? Wat was het nou? Om mijn huisje af te maken, zeg maar. Ja, dat is het, zeg maar. Ik baal eigenlijk echt dat ik dood ben. Want nu realiseer ik me pas dat ik heel veel levels XP had. Daarom wilde ik niet zo graag dood. Nou, dan ben ik dus wel dood gegaan. Dus dat is zwaar balen. Ik zit de hele tijd mee in mijn chest te trommelen. Ik moet even iets productiefs gaan doen. Zo. Een X maken. Zo. Nee, wacht. Deze moet naar 4. Deze moet naar 3. Deze moet naar 5. En deze moet naar 6. Zo. Zo doe ik mijn inventory opruim manier. Als het ware. Trouwens, ik had nog even. Ik wou nog even iets laten zien. Als je Minecraft 1.7 opstart. Ik had dit al eerder laten zien, dit trucje. Maar als je naar je video settings gaat, dan staat mipmap of mipmap. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar het staat in ieder geval op 4. En als je dat offset, dan verbetert dat de textures. Want zeg maar, als je nu dat op 4 zet, dan is de texture van kobbel van 10 blokken ver weg. Is helemaal vervaagd, zeg maar. Het is iets lichter voor je computer. Dus volgens mij is het iets lichter. Maar als je dat dus niet mooi vindt, dan kan je dus fixen door je mipmap uit te zetten. Ik vind het in ieder geval super fijn dat die mipmap uit kan. Gewoon puur omdat Minecraft er zo veel mooier uitziet. Want ik vind het anders echt super lelijk. En ik moet er echt bijna van overgeven van... Is dit echt serieus hoe ze Minecraft nu voor te gaan maken? Dacht ik. Gewoon toen ik de snapshot zag en zo. Maar gelukkig heb ik er een fix voor gevonden. Zelf gewoon. Ik had er niet eens hulp bij. Ik dacht van, ik ga gewoon kijken welke nieuwe settings er zijn en hoe je dat kan fixen. Nou, mipmap had ik meteen geprobeerd en het was goed. Dus dat was echt een heel groot toevaltje. En ik vond het wel leuk dat ik dat zelf had uitgevonden. Er zullen waarschijnlijk wel heel veel tips nog over zijn op YouTube. Heel veel mensen zullen het wel lelijk vinden, denk ik. Of het valt ze niet op. Maar mij valt dat wel op, omdat ik een redelijk oog voor detail heb, zeg maar. Dat zeggen mensen altijd wel. Van, ja, Duncan, je bent altijd perfectionistisch. En je hebt een goed oog voor detail. Nou, niet in alles ben ik perfectionistisch. Want als er... Holy shit, dit is groot. Wallhack. Waarom wilde ik niet laden? Wacht. Oh, het laat wel. Mooi. In video's, ben ik redelijk perfectionistisch. Ik zeg altijd redelijk. Weet je, je zou bijna zeggen van, Duncan, je komt in de buurt van Leiden vandaan. Je hebt een Leidse R, maar dat heb ik niet. Ik heb geen Leidse R. Weet je wel? Redelijk. Ik doe dat meer met een G-klank. Maar ik ben redelijk perfectionistisch. Vooral op videokwaliteit en video- en audio-kwaliteit ben ik perfectionistisch. Hey, ik heb fucking studio-microfoon gekocht voor €75. Hoezo niet perfectionistisch? Nee, want ik wil mijn audio wil ik gewoon goed verbeteren. Ik wil datgene met wie ik aan het skypen ben gewoon iets goeds aan zijn oren krijgt. En niet een fucking ruiskoptelefoon waardoor die gewoon doof wordt. Weet je, ik heb daar het geld voor over. Ik gun mensen iets en dat is gewoon waaraan ik mijn geld aan besteed. En ik heb ook wel met meerdere mensen van school en alles over gepraat van... Vroeg zij zich af van, Duncan, waarom heb je in godsnaam een studio microfoon gekocht? Ik ben nog redelijk klein op YouTube en wat maakt het uit dat die Skype contacten iets anders horen, het slechter horen? Nou, ik weet niet, maar ik vind dat gewoon veel, veel belangrijker dan anderen. En ik dacht zo van, ja, waarom niet, weet je, ik heb fucking geld. Oké, ik heb dan niet de beste computer, maar ik heb wel €100 kan ik wel sparen en dan kan ik dat gewoon... kan ik gewoon iets kopen en een ander ook een beetje een plezier doen door wat ik leuk vind om te hebben. Want zo'n studio microfoon, dat is gewoon stoer om te hebben, weet je. Het staat leuk. Maar het is echt niet wat ik voor iedereen zou aanraden om meteen te kopen als je een kleine YouTuber bent. Het is leuk voor Skype als je gewoon je Skype kwaliteit gewoon ongelooflijk goed wil verbeteren. Bijvoorbeeld als je heel veel mensen kopen ook de Behringer C1U. Maar die microfoon moet je op een speciale manier ook heel erg boosten qua geluidskwaliteit. Want, boosten qua geluidskwaliteit. Gewoon in decibel moet je hem gewoon heel erg boosten. Want
bijvoorbeeld die microfoon die is in TeamSpeak bijvoorbeeld, is die veel te laag qua geluidsniveau. En op Skype is die dan wel normaal, maar in programma's, in normale programma's, zoals die echt is, zeg maar, daar pakt hij hem heel slecht, zeg maar. Alleen Skype verbetert het. En dat is dus het nadeel aan de B-ringer. Dus daarom raad ik je ook aan om een twee keer te dure versie te nemen. Samsung C01 nu. Maar wat ik gewoon het eerste aanraad. Voor als je gewoon wil zorgen dat het andere oor ook iets fijns aan zijn oren heeft. Of het andere persoon. Of ook wil commentaars wil maken. Koop gewoon een headset met een goede microfoon. Mika die heeft een headset dacht ik. En die heeft ook gewoon een hele goede microfoon. Ja, ik klaag niet over... Ja, ik klaag redelijk snel over andere microfoonkwaliteit. Maar Mika bijvoorbeeld, die heeft gewoon een fucking goede microfoon. Ja, bij mij gaat het erom dat je verstaanbaar bent en geen ruis hebt. Want ik heb gewoon een pokken irritatie of een... Hoe noem je dat? Ik irriteer me gewoon heel erg aan ruis, laat ik het zo maar zeggen. Ik kan er gewoon echt niet tegen. En ik krijg daar gewoon een dikke koppijn van. En het klinkt misschien vreemd voor jullie van... Duncan, waarom krijg je nou koppijn van ruis? What the fuck is er mis met jou? Nou, ik weet niet, maar ik krijg koppijn van. En bij anderen is dat misschien niet zo, maar... Ja, weet je. Ik krijg koppijn van, dus ik Skype niet met je als je ruis hebt. Klaar. Daarom vraag ik ook heel vaak als bijvoorbeeld mensen met mij willen opnemen van... Wat is je microfoon? Stuur hem dan ook gewoon echt even je microfoon en niet van... Ja, mijn was €500. Of €10.000. Ja, maar misschien heb je hem wel slecht in gebruik. Of misschien is dat helemaal geen goede microfoon. En heb je gewoon je geld verspild aan een paar oplichters. I don't know, weet je. Dus daarom wil ik altijd gewoon de naam weten van de microfoon. Het is wel vreemd om te zeggen dat een microfoon echt een naam heeft. Maar whatever, weet je. Fuck dat. Maar... Het gaat mij vooral eigenlijk heel vaak om geluidskwaliteit en gedoe. Wat ik nu trouwens wil even doen. Wauw, Duncan. Perfect Nederlands. Ik ga even mijn diamond zwaard en pickaxe ga ik inlijsten. Ik vind hem leuk. Ik vind dat leuk. Gewoon zo en dan bam. Of wacht, bam. En dan bam. Kijk, weet je of die moet je even draaien. Zo. Dat ziet er leuk uit, weet je. Ik dacht van, nou, misschien is dat dan leuk om boven mijn bed te hebben. Want hier komt natuurlijk mijn gasten slapen en nu ik. Ik ga trouwens volgende aflevering mijn huis iets verder afmaken. Of dat ga ik nu nog even een klein beetje doen. Wacht. Oh, dat is niet goed. Die moet ik hebben. En eventjes kijken. Waar is dat hout nou? Hier. Oké. Dan gaan we nu nog even verder aan het huis. Want ik wil niet gelijk trouwens die diamond tools in behandeling of in gebruik nemen. Ik vind het nog een beetje speciaal dat we diamonds hebben gevonden. Want het is de eerste diamonds. En ik denk misschien van Duncan, je moet gewoon gebruiken. Ja, maar ik ga dat niet doen. Want ik ben altijd heel zuinig met dingen. Trouwens, ik heb ook... dit heb ik veranderd naar slabs. Ik vond het wel vet om te zien. Gewoon... Ja, I don't know. Ik vond het gewoon vet. Klaar. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Even kijken. Deze wou ik nog even doen. Gewoon even die palen neerzetten. Hier komt nog een balkonnetje. Daarom is dit wat lager dan die andere. Dus hier komen dan fences en dan... ja, daarmee dat. Ik zat ook nog te denken om boven mijn slaapkamer te maken. Gewoon dat hier een bed komt en zo. En... Ja, dat zou je eerder zeggen. Dat je boven lekker slaapt. En... Maar ik weet niet. Ik heb ook een gevoel bij beneden dat lekker is of zo. Het is heel vreemd om te zeggen dat lekker slaapt. Want het is een fucking game, Duncan. Denk na. Maar ik weet niet. Bij mij ligt dat gewoon beter. Maar ja, ik kijk nog wel even. Zo en dan. Zo of nee, ik ga dat aan die kant doen. Zo. En dan moet ik torches hebben, want die komen hier. Of zo. Hier komen torches en dan hier komt een torch. Of nee, die komt hier. En dan heb je een beetje een belicht huis. Ik ga er binnenkort gewoon intrekken. Dan maak ik het plafond gewoon dicht. Maak ik die ooit een keer, maak ik de bovenverdieping ooit een keer af. Maar ik denk dat ik gewoon de volgende aflevering daarin ga trekken. Maar jongens,
Dit was de 201ste video, half uur special. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik ben super blij dat ik de 200 video's heb gehaald. Er gaat dingen veranderen aan mijn kanaal. Daar ga ik het in de volgende video over hebben. League of Legends wordt dat een video. Ik zal even zeggen, kijk de video even. Want er worden hele belangrijke dingen in verteld. En ook gewoon dingen die ik leuk vind. En misschien iets... En ook, trouwens, even een spoiler. Jullie hebben kans om met mij te gamen. Dat wordt niet 100% in de volgende video vermeld. Maar daar ga ik het nog ook een keer over hebben. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik heb een meisjeskin aan. Wacht, ik laat hem nog even leuk zien. Ik heb een meisjeskin aan. Het moest blauw haar zijn, want Kiki heeft ook blauw haar. En jongens, bedankt voor het kijken. En peace out.